Herdenking aan Waaloversteek in september 1944. Infomarkt rondom bouwplannen, stationsgebied en Ted van Leeuwen vertrekt bij NEC. Dit is het RN7 Regio Nieuws Weekoverzicht. Dinsdag werden de geallieerde militairen herdacht die 78 jaar geleden sneuvelden tijdens de Waaloversteek. In gammele bootjes probeerden zij de overkant te bereiken met als doel om de twee Nijmeegse bruggen te bevrijden. De actie, die onderdeel was van operatie Market Garden, kostte uiteindelijk 48 geallieerden het leven. De herdenking vond plaats bij het Waaloversteekmonument op de Oosterhoutse dijk in Lent. Op 20 september 1944 staken meer dan 260 Amerikaanse soldaten de Waal over als onderdeel van operatie Market Garden. Daarbij werden de Nijmeegse bruggen van twee kanten aangevallen. Tijdens deze actie verloren 48 Amerikaanse soldaten hun leven. Volgens burgemeester Bruls is het belangrijk dat we dit elk jaar herdenken. De verhalen van toen, en met name ook persoonlijke verhalen over militairen, maar natuurlijk ook over burgers die het slachtoffer werden, die helpen om juist naar generaties van nu, die zelf geen oorlog hebben meegemaakt. Ik bedoel, zelfs ik kom uit 66, heb nog nooit een oorlog meegemaakt. En je gaat het onbewust, ga je denken, het is er altijd, het is vanzelfsprekend. Nou, dat is het dus niet. Dat tonen de verwikkelingen in de wereld, in de Oekraïne natuurlijk aan. En die verhalen over personen van toen, of het nou militair of een burger was, die helpen er wel om ons bewust te blijven. Row, row, row your boat, gently, gently. De Waaloversteek was belangrijk voor Nijmegen. Voor Nijmegen betekende het eigenlijk op dat moment de formele bevrijding. Hè? Want door die actie van die Amerikaanse soldaten, gesteund overigens door Britse militairen en tanks aan de andere kant van de Waal, werden de bruggen ingenomen, de Duitse bezetter, althans in Nijmegen wegjaagd. Het was natuurlijk nog niet echt tevreden, want Nijmegen heeft vervolgens nog maanden in de frontlinie gelegen. En er zijn vele honderden Nijmeegse burgers nog slachtoffer geworden van het voortdurende heen en weer geschiet. En dan, de plannen liggen er al een hele tijd, maar nu gaat het dan echt gebeuren. Het treinstation van Nijmegen en het gebied eromheen worden grondig verbouwd. Donderdagmiddag was er op de Schaik-Metonsingel een infomarkt om de inwoners alvast bij de plannen te betrekken. Nou, vandaag is eigenlijk de eerste keer dat we aan de stad en alle reizigers, inwoners en iedereen die maar geïnteresseerd is in de herontwikkeling van ons stationsgebied de plannen laten zien. Maar niet alleen laten zien, we willen ook vooral graag met alle mensen in gesprek gaan. Omdat we heel graag horen wat iedereen voor ideeën heeft over de herontwikkeling van dit grote gebied. Daar is vandaag de dag voor georganiseerd. De verbouwing bestaat uit 26 projecten die variëren in omvang en samen het 10-jarenplan vormen. Zo wordt er in de komende 10 jaar bijvoorbeeld een nieuw perron aangelegd, komt er een nieuw volwaardige ingang aan de westzijde en worden er 2000 nieuwe woningen gebouwd en komen er winkels, horeca en een wijkcentrum. Toch is één ding van dit alles toch nog wel het belangrijkst. Er zijn heel veel bijzondere dingen die gaan gebeuren, maar het bijzonderst is voor mij, maar ook voor Nijmegen denk ik wel, dat nou ja, eindelijk er meer samenhang gaat komen in het voorplein van het station. Dus daar waar bussen, fietsers, voetgangers, et cetera, elkaar allemaal treffen en het nu soms op punten gevaarlijk is, daar komt een andere inrichting. Het wordt vooral belangrijk gevonden om alle betrokkenen goed te informeren. Op de informatiemarkt wordt dit onder andere gedaan middels diverse thema's, zoals stadsleven, klimaat en groen en reizen van de toekomst. Nou, we zijn met een heleboel mensen van de gemeente, NS, ProRail, de provincie en allerlei projectontwikkelaars en culturele partijen en partijen die zich bezighouden met groen en leefbaarheid in de stad om tafel gegaan en hebben we bedacht hoe kunnen we nou het beste met de stad in gesprek gaan en welke thema's zijn dan de thema's die hier samenkomen. En zo hebben we met al die partijen samen eigenlijk bedacht om het rondom deze 5 thema's te doen. Op de markt is er ook ruimte voor de inbreng van ideeën van bewoners. Maar in hoeverre wordt er nog gehoor gegeven aan die ideeën
als de plannen nu al uitgebreid gepresenteerd worden? Nee, dat is een hele goede vraag. Het zou een beetje raar zijn als wij ideeën vragen aan bewoners en we doen er helemaal niks mee. Dus een aantal dingen staan inderdaad wel al vast. Maar juist die inrichting hier aan het voorplein, die staat nog niet vast. Dus daar, de ideeën die mensen daarvoor aandragen, daar gaan we ook echt van kijken wat we ermee kunnen doen. Hinder voor de reizigers zal in de komende 10 jaar onvermijdelijk zijn. Toch zal de eerste hinder pas over 2 à 3 jaar merkbaar zijn en zullen de treinen over het algemeen blijven rijden. Behalve op een paar buitendienststellingen na, dat is onontkoombaar, die nodig zijn om tunnels aan te kunnen leggen. Kinderen van het VMBO Westeraam hebben woensdagochtend poppies gelegd bij verschillende begraafplaatsen in Overbetuwe. De koperen variant van de bloem werd geplaatst op graven van Engelse militairen die zijn omgekomen tijdens de slag om Arnhem. Met een grote touringcar komen de leerlingen uit Elst in de vroege ochtend aan bij hun eerste stop, de begraafplaats in Heteren. De burgemeester staat hen al op te wachten om samen de koperen bloemen op de Britse graven te plaatsen. Het idee van de koperen klaprozen komt van Kees Pronk. Hij heeft een smederij en heeft de bloemen samen met een oudere groep leerlingen gemaakt. Ik las een bericht van burgemeester Marcoes dat hij in het openbaar groen klaprooszaad neer wou gooien, of strooien, om zo de klaprozen terug te krijgen in Arnhem. En toen dacht ik, maar die kunnen wij ook maken van koper. En zo ben ik aan de gang gegaan en ik heb een idee gemaakt en we hebben de klaproos gemaakt. Ook de burgemeester is onder de indruk van de actie. Ja, heel bijzonder. En ik had het er net nog met een aantal van de kinderen over. Want zij hebben natuurlijk niet die poppies, hè, zoals ze heten, gemaakt. Maar weten nu wel, in het vervolg 2 jaar later, dat kwam door corona, dat de andere groep het niet kon doen, dat zij het mogen neerleggen en wat de achtergrond daarvan is. En het is toch indrukwekkend. Je ziet dat het wat doet bij de kinderen. Voor de leerlingen is het extra bijzonder. Zij krijgen met deze actie zowel techniekles als geschiedenis. Ik had het er al over. Ik ben van de zomer nog op bezoek geweest bij het atelier ook van meneer Pronk. Om te zien hoe ze dat daar maken vanuit techniek. Maar hier hoort techniek en geschiedenis. Een belangrijke geschiedenis voor onze gemeente, maar voor de hele wereld. Komt hier samen. En dat vind ik zo mooi eraan. En je ziet ook gewoon dat kinderen nu begrijpen waarom Engeland symbool heeft voor de poppy, de klaproos. En waarom dat bij elkaar is. Ja, ik zie het eigenlijk als herinneringsobject. Maar ook een stukje techniek bijbrengen bij de leerlingen. Je laat ze dat koper drijven, ze maken dan iets en ze zien in een paar uur tijd resultaat. En dat is het mooie. En als je dan hier ziet waar ze staan, dan ben ik daar trots op. Na het bezoek in Heteren reed de bus met leerlingen verder naar de begraafplaatsen van Driel en Slijk-Ewijk. Maandag begon in Rotterdam de inhoudelijke strafzaak rondom de moord op de klusjesman. De 49-jarige man werd 2 jaar geleden in Beuningen doodgeschoten, maar was niet het doelwit. Hierom wordt deze zaak ook wel de vergismoord genoemd. 6 mannen zijn als verdachten opgepakt. De zaak zal 3 maanden in beslag nemen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil bepaalde groepen jongeren weren uit het centrum van de stad, na de dodelijke steekpartij van zaterdag. Volgens hem was die onderdeel van een conflict tussen jongeren dat al langere tijd loopt. Zowel het slachtoffer als een van de verdachten werden een dag eerder ook al aangehouden. Bruls wil actie ondernemen. Agenten in het centrum zijn al extra alert. Voor dit soort groeperingen is volgens hem geen plek in onze stad. Daarom laat hij de mogelijkheden van een gebiedsverbod, groepsverbod en preventief fouilleren onderzoeken. Het college van BMW in Overbetuwe wil op een onbebouwd kavel op het bedrijventerrein De Aam in Elst tijdelijk 120 vluchtelingen gaan opvangen. Ze willen dit vanaf 1 november doen voor 3 maanden. Het college wil zo meehelpen om de problemen bij Ter Apel en andere asielzoekerscentra in Nederland op te lossen. De gemeenteraad moet volgende week dinsdag nog over het voorstel stemmen.
Vrijdag begon het WK vrouwenvolleybal dat dit jaar in Nederland wordt georganiseerd. Onder andere Beuningen, Druten en Wiegen zijn teamhost voor de spelers uit Brazilië en de Dominicaanse Republiek. Woensdagmiddag werden de dames in Wiegen welkom geheten door onder meer de burgemeester en de lokale volleybalvereniging Trifos. De dames zullen trainen in sportcentrum Arcus, de thuisbasis van de Wiegense volleybalsters. Trifos zal de WK-deelnemers verder een handje helpen waar dat nodig is. Technisch directeur Ted van Leeuwen vertrekt bij NEC. Eind april diende van Leeuwen zijn ontslag al in bij de Raad van Commissarissen, die hierna verzocht de zomerse transferperiode te overbruggen. Vrijdagmiddag reageerde algemeen directeur Wilco Verschaik op het vertrek van Leeuwen. Wat willekeurige pingel, een voorbijganger die een toets indrukt of een gevorderde speler die de klanken van Amélie door het treinstation laat klinken. Op veel stations is de piano niet meer weg te denken. Door de jaren heen verscheen er op steeds meer locaties zo'n openbare piano. Deze week is het precies 8 jaar geleden dat het eerste stationspiano werd geplaatst. En dat gebeurde in Nijmegen. Het was een initiatief van Rea Elise, die zelf ook een aardig nootje kan spelen. Dat doet ze voornamelijk op straat, de plek waar het idee oorspronkelijk ook is ontstaan. We ontmoeten haar bij boekhandel Dekker van de Vecht, de locatie waar ze haar piano mag stallen en waar de medewerkers deze ook met liefde voor haar naar buiten rijden als ze eventjes wil spelen. Ik was ooit in 2011 in Tilburg en daar hadden ze piano's op straat en in parken staan van het project Play Me, I'm Yours. En dat ben ik vervolgens in Nijmegen ook gaan verspreiden met piano's in het park, Kronenburgerpark, Valkhofpark en ook op het station. Ik krijg vaak fijne reacties. Ik heb ook een hoedje staan en toen ik begon voor het eerst was ik wel heel nerveus, want ik wist niet of mensen het hier ook leuk zouden vinden. Maar ja, hier ging het gelukkig ook goed en mensen vroegen ook wel eens of ik een cd had. En vroeger had ik die niet, maar op een gegeven moment ben ik daarom een album op gaan nemen met mijn pianomuziek. Aanvankelijk werd het idee van een piano op het station enigszins sceptisch ontvangen. Maar al snel bleek het een daverend succes. Er zijn op een aantal andere stations in Nederland ook piano's gekomen. En sommige waren vanuit mijn stichting, dat er werd gevraagd vanuit de NS of we dat wilden doen. En andere waren helemaal los van ons ook op dat idee gekomen, want het is in het buitenland dus al heel veel. Voor mij persoonlijk is het eigenlijk minder gegaan, dus daarom ben ik ook minder met de publieke piano's gaan doen. Want in de zorgsector is het gewoon heel erg achteruit gegaan. Veel minder goede zorg en veel meer papierwerk, bureaucratie. Dus ik kom gewoon veel minder toe aan de dingen die ik met mijn leven zou willen doen. Waaronder dit publieke pianoproject. In 2018 werd Rea zelfs uitgeroepen tot Nijmegenaar van het jaar. Een enorme eer, maar er liggen inmiddels al meer prijzen op de loer. Nu ben ik dus ook voor de Radboud Alumni Award genomineerd. En ook daarmee hoop ik dan weer meer mijn activisme te kunnen uitbreiden. Sommige mensen kunnen je dus suggereren, aandragen. En dan is er een soort longlist. En dat is door een jury van de Radboud Universiteit tot een shortlist gemaakt van 10 mensen. En daar mag iedereen nu op stemmen tot 25 september. Dus op radboudalumniawards.nl. En ja, daarna is het nog een paar dagen afwachten en is de uitreiking op 30 september. Het straatmuzikantschap van Rea heeft door de jaren heen wel een vervelend randje gekregen. Voorheen speelde ze vaak op diverse locaties door het centrum, waarbij ze de piano vooruitduwde met haar elektrische rolstoel. Deze stoel heeft ze in bruikleen van de gemeente Nijmegen en zij hebben haar inmiddels verboden de stoel hiervoor te gebruiken. Hierdoor is Rea nu gebonden aan de locatie bij de boekhandel in de Mariekestraat, waar de piano gehuisvest is. Lang spelen zit er hierdoor ook niet in, omdat je als straatmuzikant in Nijmegen ieder half uur op een andere plek moet gaan staan. Rea heeft daarom een crowdfunding lopen om zo haar eigen elektrische rolstoel bij elkaar te sparen, zodat haar mooie pianoklanken straks weer door het hele centrum zullen klinken. Het kleine café aan de haven, het vissersmeisje, de Wellerman Song, stuk voor stuk legendarische shanties, zeemansliederen die vroeger aan boord van grote schepen werden gezongen als arbeidslied. Het zingen ervan wordt steeds populairder en dat heeft deels ook te maken met de tv-serie Tweedehands. Dit is goed nieuws voor het gezelschap Alle Hens uit Driel. Zij bestaan al ruim 20 jaar. Tijd voor een feestje dus. Het allereerste shanty festival doet daarom zondag 25 september in Elst haar intrede.
Alle Hens uit Driel is een shantykoor en het bestaat al ruim 20 jaar. Tijd voor een feestje dus. Het allereerste Shanty Festival doet daarom zondag 25 september in Elst haar intrede. Alle Hens is ooit opgericht bij een familie van Rooien in Driel, die op een verjaardag liedjes zaten te zingen. En dat waren wat zeemansliedjes. Toen hebben ze een week daarna afgesproken in de bakkerij van een zwager. En daar met diezelfde broers van Rooien hebben ze toen aan de hand van een cd'tje hebben ze allemaal zeemansliedjes gezongen. En toen hebben ze op dat moment afgesproken, als we nou allemaal een buurman of vriend of een familielid meebrengen, dan kunnen we een koor formeren. Shanty is eigenlijk, dat is eigenlijk een werklied wat ongeveer van 1850 tot 1930 op de schepen werd gezongen. En dat werd gedaan om het zware werk lichter te maken. Daar was dan vaak een shantyman, die zong bijvoorbeeld de eerste regel voor en de werkers die volgden dan. Daar zijn later natuurlijk ook een heleboel zeemansliederen aan toegevoegd, ook Nederlandse zeemansliederen. Zingen is ontspanning. Elke week weer naar het koor toe. Gezellig met de mannen. Zingen en gezamenlijk iets moois ervan maken. En wat ook leuk is, wat ik erg leuk vind, zijn de optredens. Voor verzorgingstehuizen. Wat je daar ontmoet aan mensen die zoveel dankbaarheid. Wat ze meedoen met zingen. En meedijnen. En zulke mooie avonden die je kan bezorgen. Dan maak je zelf als koor wel eens foutjes en zo. Maar ze merken het, het is helemaal niet belangrijk. Dat is fantastisch. Zingen is zo ontzettend fijn. Er komen hier mensen van het werk. Die komen hier s'avonds zingen. Die zijn zo enthousiast. En natuurlijk is er bij ons ook wel een leuke derde helft. Hè. Laten we dat ook niet onderschatten. Maar de sfeer in zo'n shantykoor is zo ontzettend leuk. En daar heb je zoveel plezier van. Ja, tot zover het RN7 Regio Nieuws Weekoverzicht. Houd voor het laatste nieuws onze website in de gaten, rn7.nl, en volg ons even op Facebook of Instagram. Maandagavond zijn we er weer met een nieuw bulletin. Graag tot dan!